Goedendag. We hebben een prachtig weekend achter de rug met veel zonneschijn en hoge temperaturen. Perfect weer nog om even op de camping te staan of een boottochtje te maken. Maar hoe anders verloopt het weer deze week? Er staat echt her is weer op het programma. Ik denk dat we vanaf woensdag toch alweer weer met dit soort beelden te maken gaan krijgen. Veel wind, veel bewolking en ook regen. En dat hebben we allemaal te danken aan lage drukgebieden. Op de weerkaart van Europa zien we vandaag al een eerste lage drukgebied voor de kust liggen. Dat stelt nog niet zo gek veel voor. Maar later in de week zien we nieuwe lagedrukgebieden vanaf de oceaan dichterbij komen. En die zullen snel uitdiepen en snel in kracht toenemen. En zeker richting vrijdag zou het wel eens tot storm kunnen komen als alles goed valt. Als we eerst nog wat meer naar de details kijken voor de komende uren en komende dagen. Dan beginnen we deze maandagmiddag. Dan zien we nog een koufront over het noorden van het land liggen. Die warme lucht waar we eerst nog in zaten, is al teruggedrongen naar Denemarken en Zweden. Wij komen dus in koelere lucht terecht. De komende 12 uur valt het nog wel mee. Er zou nog een hele enkele bui kunnen vallen. Maar vanavond en vannacht overheersen toch de opklaringen. En dan morgen trekt er als het ware een occlusie, een backband-occlusie over het land. Met nieuwe buien. Wel wat meer wind dan vandaag. En richting woensdag. Dan wordt het toch echt wel onstuimiger, Natter, bewolkt en ook kouder. Er staat echt wel heel ander weer dus op het programma voor komende week. Vanmiddag dus nog valt het allemaal wel mee. Die laatste buien trekken de weg naar het noorden. zou nog wat onweer op kunnen voorkomen in het uiterste noorden. En uiteindelijk breekt dus overal de zon nog even door. Er wordt het nog 19 of 20 graden. Toch al wat minder warm dan de voorgaande dagen, maar zeker niet koud. En vanavond wordt het helemaal droog. Misschien op de Wadden nog een enkele bui. Maar op de meeste plaatsen is het droog. Komen brede opklaringen voor en de temperatuur begint al te dalen. En dan komen we uiteindelijk in het binnenland uit op minima zo tussen de 9 en de 11 graden. Dan zou met die opklaringen ook nog wel eens wat mist of nevel kunnen ontstaan. Er staat niet al te veel wind bij, aan de kust blijft het al iets warmer. En morgenochtend beginnen we nog met volop zonneschijn. De temperatuur loopt op zich nog wel makkelijk op. We komen uiteindelijk uit op waarde tussen 18 en 19 graden. ...voor die buien uit, maar uiteindelijk volgen vanuit het westen dus... ...een aantal buien die over het land heen trekken. Zou vooral de tweede middaghelft het geval zijn. Kan het even stevig doorregenen en dan trekt die wind dus ook aan. Er staat nu vier bij voor in mijn kaartje, maar het zou even vijf voor voor kunnen worden. En de wind zoekt uiteindelijk ook wat meer de noordwesthoek tijdelijk op. En dan de woensdag. De woensdag is echt een hele natte dag. Veel bewolking, temperaturen ook die tegenvallen. 16, 17 graden. Echt wel een herfstdag... En donderdag, ja, dan kan de zon wel weer even doorbreken. Maar de wind, die trekt dus al verder aan. Naar kracht 5 of 6 aan de kust. En vrijdag is dus echt even een dag om in de gaten te houden. Want er staat nu 6 bevoor op de kust. Maar het zou wel 7 of 8 bevoor kunnen worden. Of als het echt even tegenvalt, een heuse storm. En het weekend, ja, het weekend verloopt dus echt wel aan de koele kant. Met temperaturen die onder de 15 graden duiken. Een paar buien, af en toe zonneschijn. Maar echt stabiel weer zit er dus voorlopig even niet in. En als we ook even kijken naar de neerslagkansen, dan zien we eigenlijk alleen de zondag die wel meevalt. Elke dag veel regen, hoge neerslagkansen. En zeker in het westen van het land behoorlijk nat en onstuimig. Ik wens u hoe dan ook een fijne week.